Oud Zevenaar, daar voelen ze zich allemaal thuis, mijn familie van vanavond. En wat ga jij daar tegen inbrengen? Dit zijn mensen uit Dodewaard en die trekken daarvan alles uit de grond. Mijn familie deze week is de familie Bouwman en die wonen hier prachtig in Oud-Zevenaar. En het zwarte schaap van de familie heb ik al gevonden. Dit is Erwin en deze oldtimer knapte hij helemaal zelf op. Ja, nou wil ik natuurlijk wel even weten hoe die rijdt. Zoon Richard is technisch tekenaar. Hij maakte zelfs de bouwtekening van het huis van zijn ouders. Volgens mij ben je verkeerd dan. Nicht Bianca is lid van de drumfanfare. Maar ze gaat pas echt los op... Anouk! Ook deze kever cabrio is onder handen genomen door Erwin. Richard zit dan weer liever op zijn Solex. De familie is trouwens bloedfanatiek. Ze gunnen elkaar echt geen enkele overwinning. Ja, met deze fanatieke familie ga ik natuurlijk winnen. Ik ben in een bijna verborgen stukje Dodewaard. Want daar woont mijn familie van deze week, de familie Beumer. Hier. Dit is Jos. En Jos is een echte speurneus. Tante Mieke en ook haar nicht Wendy zaten vroeger bij de majorettes. Maar dat meisje Wendy trekt ook heel graag een stoer overal aan en dan is ze one of the guys hoor. Stoer, maar tegelijk ook weer een echt paardenmeisje. Wendy fokt deze Irish Cubs. Tante Mieke schrijft bijvoorbeeld gedichtenbundels en wandelboeken. Maar over neef Jos kan ze ook wel een boek schrijven. Want Jos heeft een eigen museumpje met bijzondere vondsten. Zoals deze helm uit de Tweede Wereldoorlog. Mijn familie van deze week nuttigt altijd een kleinigheidje voordat ze beginnen aan iets. Dus ik zou zeggen jongens, tas toe. Yay! Familie Beumer uit Dodewaard. En hier zijn ze allemaal, de Beumers uit Dodewaard. Laat me horen! Mijn familie Bouwman! Hey! Wij gaan vandaag spelen om die kabouters, want die moeten natuurlijk gewonnen worden en kennis maken met deze families. Ja, dan beginnen we maar eens aan deze kant bij de Beumersen. Jos, wat is dat met die metaaldetector? Ja, dat is een leuke hobby. Ja. Een beetje uit de hand gelopen. Wij zagen één helm. Wat heb je nog meer gevonden? Want munten, staat vol, hè? Ja, munten. Eigenlijk van alles. Veel spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Munten, zeg jij. Dan neem je één keer je neefje mee, want die vindt het ook wel leuk, hè, zo'n dingetje. Ja. En wat vindt die ineens, Kit? Ja, ik wil ook zo'n metaaldetector. En een mooie gouden munt, hè, kwam er bij jou uit de grond. Ja. Hoe is dat dan, Jos? Dan neem je zo'n kleine mee en die, ja. Ja. Die begint, goed, hè? Ja, die begint voortvarend, ja. Ja. De eerste keer meteen een bingo. Jij bent ook wel een beetje voor de gemeente dan aan de slag gegaan, want... En op Heusden, het gemeentehuis, daar ligt ook nog een deel van jouw collectie, ja, hè? Ja, daar ligt ook een deel van mijn collectie. Die heb ik gevonden in Achter. En die ligt daar in de vitrinekast. Ja, en daar ben je wel blij mee eigenlijk. Dat vind ik wel leuk, ja. Ja. Wat hoop je nou nog eens te vinden? Ja, een pot met gouden munten. Een hele pot met gouden munten. Ja, dat lijkt me leuk, ja. Wendy, je zag jou met de paarden, die Irish Cubs. Ja, ben je altijd een paardenmeisje geweest? Tijd niet. Maar ja, eigenlijk wel altijd. In mijn jeugd al, in het begin van mijn trouwen niet. En nou weer volop. Wat is er mooi aan paardenfokken? Nou, dit is voornamelijk een heel mooi ras. Het is een heel gemoedelijk ras. Het is een koudbloedras. Het zijn vreselijke trouwe dieren en vreselijk lief. En mooi vind ik. Lomp, groot, sterk, vriendelijk, daarom, je moet wel, lief. Als je zegt lief, maar ze zijn wel... Echt, ze komen wel binnen, hè? Ze zijn zwaar. Ze zitten tussen de 400 en 800 kilo. En dat is voor jou goed te handelen? Ja, dat gaat goed. Ja, Irish Cubs, dus
u zag ze. Jullie zagen ze ook in het filmpje, hoop ik. Ik hoop ook dat jullie goed hebben geteld, want we willen graag een eerste kaboutertje weggeven. Hoeveel paarden, hoeveel Irish Cobs zagen wij op het filmpje? Die hebben we allemaal opgerend. Ja, drie. Is er iemand het daar niet mee eens? Unaniem, Bob. Drie. Unaniem. Filmpje. Even checken hoeveel er waren. 1, 2, 3 en Wendy. Ja. Ja. Ja, jammer. Ze heeft er vier, maar het waren drie in het filmpje. Nou, daar kwamen wij goed weg. Ja, dat bloed van antieke familie. Dus ik dacht, nou, dan zeggen we tegen gewoon vier, klaar af. Nee. Mieke, jij bent dus heel romantisch getrouwd, dat weten we inmiddels. Ja, ja. Jij schrijft ook dichtbundels. Ja, klopt. Hoe gaat dat in zijn werk? Je gaat zitten en dan komt het? Nou, soms als ik dichten moet voor iemand, als iemand me een opdracht heeft gegeven, dan werkt het wel zo, ja. Maar dan wordt het meer een technisch gedicht. Ja, ja. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon vanuit je gevoel dichten. En ja, dan hoef je eigenlijk alleen maar één woord te hebben of één gebaar wat je ziet. Maar lukt dat altijd? Of is er altijd inspiratie als je zeg maar vanuit jezelf dicht? Je kunt het oproepen ook, hè? Een bepaald gevoel. Als je bepaalde muziek opzet, door je dan zelf in een bepaald gevoel komt, dan lukt dat wel. Ja, dan komen de woorden wel. Ja, ja. En buiten die gedichten heb je ook gewoon praktische boekjes, hè, die je schrijft. Ja. Ja. Gewoon over Renkum en alles wat ja, wat ze historie en korte verhalen en dat soort dingen. Als je je familie bekijkt, wat komt er dan bij je boven? Ik wil niet weten wat voor verhalen daarin zitten, echt niet. Het wordt ook na 11 uitgezonden, dus ja, gooi het over. Is het een inspiratieve familie? Jawel, best wel. Ja? Het is een hele diverse familie, vind ik. Ja. En ze zijn er ook, hè, voor jou. Want ja, je hebt het niet altijd makkelijk gehad. En dan heb je zo'n spreekwoord dat jou er doorheen heeft getrokken. Vertel eens. Het familiespreekwoord. De borst vooruit. Nou, ik wou graag dat zij het zei. Maar zeg jij het maar dan. Het spreekwoord is dus hoofd omhoog, borst vooruit, daar komen de huzaren. Kijk. Komen jullie ook wel eens langs, een paar huzaren? Huzaren, komen die wel eens langs in Oud-Zevenaar? Wat voor dingen? Huzaren. Huzaren? Nee, huzaren. Huzaren, salade. Ah, ja, ja, ja. Maar wel borst vooruit en hoofd omhoog, dat geldt hier volgens mij ook bij deze familie. We zagen, Erwin, dat jullie, nou jij vooral, maar samen met Richard ook, jullie zijn echt de handymans van de familie, hè? Ja, klopt. Alles wat wielen heeft, dat knappen jullie op. Ben je daarmee geboren? Of? Ja, een klein beetje wel. Vanuit gaan dat we vroeger dus geboren zijn eigenlijk op de boerderij. Nou ja, daar begon je dan met paard en wagen eigenlijk. En dan mocht je als kleine jongen dus natuurlijk ook mee rijden. En toen kwam er dan dat de familie hadden een oude Solex, een fiets. Nou, die gingen al een beetje repareren. Maar dat deed je thuis ook. Dus het sleutelen zit eigenlijk een klein beetje van jongens aan ingeboren. En dat heb jij weer doorgegeven aan jouw zoon? Echt twee rechterhanden, hè? Ja. Hebben jullie dat allemaal? De hele familie? Of zijn er buitenbeentjes? Er zijn een heleboel met rechterhanden. Een heleboel met rechterhanden. Ja. Nou, dat is wel heel prettig. Ja. Ik heb begrepen, Erwin, dat jij en jouw broer Jos altijd in de zak, ik weet niet of jullie dat ook hebben, een kam hebben en een zakdoek. Dat klopt. Heb je dat vandaag ook bij je? Denk het wel, ja. En Jos? Dat altijd bij me. Nou, dan ben ik benieuwd. Een kam, ja, daar komt bij Jos een kam uit en daar een zakdoek zie ik al. En daar ook de zakdoek. Nou, verdomd, ze hebben hem. Ja, laat ze maar even. Waarom is dat? Ja, ook van thuis uit vroeger hebben we dat ook meegekregen. Waarom is dat, kijk, Jos? We willen een beetje. Allebei van thuis uit. Van thuis uit. Volgens mij heeft Bianca daar een ander verhaal over, namelijk. Waarom doen ze dat? Ja, ze zijn gewoon ijdel. Juist, dat wilde ik even horen. Dat is, zegt Jos ook van thuis uit. Ja, mijn vader ook al daar. Was hij ook ijdel? Ja. Ja? Die was heel moet er goed uitzien. Ja. En dan kammetje door het haar. Kammen altijd. Neus schoon. Ja. Ja, dat zou ik altijd zeggen. En dan mag je de straat op. Ja. Leuk hoor, toch? Ook van die familie nee, gebruikt. Je moest altijd helemaal, als wij naar school gingen of wat dan ook, dan moest altijd de schoenen gepoetst. Voordat we weggingen, alles netjes, klaar. Ja, dat zat gewoon in de familie uiteindelijk. Ja. Nou, dat is zo gebleven. Is je zo gaat gebleven, de deur niet uit zonder een kam en een zakdoek in je zak. En een portemonnee. En een portemonnee gaat ook mee. Ja, een portemonnee ook, ja. Wij zagen dat jullie van alles om jullie huis heen hebben. Een speeltuintje zag ik, klimrekken, dieren zijn er ook. En ik heb daarover een vraag aan de andere kant. Want jullie zagen
jullie hadden paarden, maar wij hadden schapen in het weidje. En onze vraag aan jullie is, hoeveel schapen stonden er in dat weidje in het filmpje? Twee. Iemand iets anders? Meer, minder? Twee. In het filmpje. Ja, wit en zwart. Ja, let op, hè. In het filmpje, hè. En dan moet jij zeggen, Erwin, zijn er drie. Nee, er zat er eentje bij, dat was nummer drie. Ja, nee, het waren er twee. Oh, goed. Oh, dankjewel. Die viel laat. Het kwartje viel. Zet hem er maar op. Dan moet je even vragen of ze zijn schoenen er laten zien. Dat doet ze wel. Dus heel goed, jullie hebben kabouter verdiend. Ja. Die hebben jou staan, hartstikke goed. Ja, dat gaat allemaal over mijn rug dan, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Bianca, de familie woont allemaal in Oud-Zevenaar. Echt allemaal. Jij bent de enige volgens mij die even bent weg geweest. Ja, ik heb een aantal jaren in Brabant gewoond, in Tilburg. En toch maar weer heel snel terug. Ja, altijd wel die wens gehouden om terug te gaan. Ja, dus wat in 2006 ben ik teruggegaan. Ja. Uiteindelijk. Wat is er zo mooi aan allemaal bij elkaar wonen? Nou, de familieband. Gezellig bij elkaar, alles met elkaar, veel met elkaar samen delen. Nou, zullen er ook wel mensen zitten kijken die denken, hoe benauwd zeg? Nee, helemaal niet. Nee. Want het is heel vrijblijvend. Als je zin hebt, kom je. Heb je geen zin, blijf je lekker thuis. Ja, dus jij bent blij dat je weer terug bent op het oude nest. Heerlijk. Ja. Richard, die Solex, dat is ook iets wat in de familie een beetje zit. Ja, de die zag er wel mooi uit, hoor. Met grote leren jas. Ja, dat doet normaal niet, hoor. Nee, hè? Jij hebt een aantal mensen ook aan het Solex rijden gekregen, waaronder jouw vrouw. Klopt, ja. Sylvia, ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dan heb je alleen zo'n ding in de schuur staan. En dan komt mijn vader, die heeft weer ergens zo'n ding op de kop getikt. Ja, en dan ga je met z'n tweeën met zo'n ding rijden. En dan kom je uiteindelijk achter dat ook nog heel leuk is. Overal waar je rijdt, iedereen draait zich om en iedereen zwaait naar je. En dan is het gewoon lekker. Hebben lekker jullie buiten. Allebei een Solexje om op te... Gaan jullie wel eens toeren dan met z'n tweeën? Niet meer. Nee? Niet meer. Maar dat hebben we best wel veel gedaan, ja. Ja, niet echt toeren, maar gewoon... Ja, wel gewoon leuk. Iedereen lacht je. Iedereen lacht. Ik zeg niet lach je uit, maar iedereen lacht je toe. Ja. Ja. Dat denk jij dan. Ja. Zeg, wat als jij je familie zou moeten typeren, wat is het voor club? Het is een hele leuke familie. En altijd gezellig, altijd feest. We hebben pas nog twee bruiloften in één weekend gehad, waar gewoon twee keer de hele familie bijna compleet was. En volgens mij kunnen we wel een hele week feest vieren en dan zijn we nog niet uitgepraat. Is het zo? Ja. Iedereen knikt, hè. Dat is wel heel bijzonder, wat jullie hebben met elkaar. Als iedereen gewoon in zijn waarde laat, dan gaat het allemaal vanzelf. Dat is het geheim. Ja. Ja. Goh, een close club, hè? Ja, deze ook wel. Ja, er zijn er wel een paar ziek, hè. Dus jullie zijn zo close dat je die bacillen ook graag uit. De hele achterste rij heeft namelijk griepen, kotsen en zo, hè. Ja. Ja. Nou, kijk maar eens even wat voor club dit is. De wortels van de familie Beumer liggen in Renkum. Opa en oma hadden daar een kroeg. En dochter Mieke stond er achter de bar. Zoon Ben kreeg met zijn Irene zoon Jos en dochter Wendy. En in het ouderlijk huis, waar Jos inmiddels weer woont, groeiden ze vrolijk op. Jos heeft zijn museumpje in de schuur. Maar ook vader Ben en zus Mieke zijn gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Hier legt de dochter van Jos bloemen neer op het door de familie geadopteerde graf in Margraten. Ook Ben heeft een museumpje in zijn achtertuin. Over sigarenfabrikant Schimmelpenninck. De familie reist al decennia lang elk jaar af naar Oostenrijk. Ze hebben er zelfs een tweede familie. Gezellig hoor, de familie Beumer. Ja, dat Oostenrijk, dat is iets, hè? Ja. Durego, dat dorpje. Jullie zijn gehuldigd daar ook, hè? Ja, klopt. Ja. Wat is er zo mooi in Oostenrijk? De mensen. De mensen? Ja. De omgeving natuurlijk ook, maar die zie je bijvoorbeeld in Zwitserland of zo ook. Ja, en jullie zullen altijd de band houden, want jouw moeder is daar overleden. Mijn moeder is daar gestorven, ja. Ja. Hoe is dat dan? Want dan heb je dat vakantie. Dat is heel heftig. Voor ons eigenlijk, mijn man en ik, Wim en ik, die waren erbij en mijn vader ook. En mijn moeder stierf en dan moet je terug naar Nederland. En eigenlijk vond ik het ergste voor mijn broers en voor mijn zuster, omdat die mijn moeder niet meer mochten zien. Ja. Dus hun moeder ging op vakantie en ze zagen er niet meer terug. En jullie hebben nog afscheid kunnen nemen? Wij hebben nog een beetje afscheid kunnen nemen, ja.
Dat is een groot ding, Oostenrijk, ja, bij jullie. Maar ook de Tweede Wereldoorlog. Ja, Jos, jij gaat graag op zoek naar al die dingetjes in de grond. Maar, ja, waar komt het vandaan, jullie fascinatie voor Wereldoorlog 2? Ja, je vindt de tuin een keer in Huls. En dan, ja, waar komt die vandaan? En hoe komt die daar? En dan ga je eigen daar verdiepen. En dan, ja, zo rol je erin. Ja, maar ik begrijp ook dat de oudere generatie nog een directere band had, hè? Ja, je komt natuurlijk uit een oorlogsgebied, hè? Renkum, Oosterbeek, het Airborne verhaal. En in de Betuwe is natuurlijk, waar we nu wonen, is natuurlijk ook ontzettend veel gevochten. En dan, ja, lezen, luisteren, kijken. Ja. Wat weet jij van jullie vader in nou, het verzet? Onder andere dat hij een van de eerste was die bijvoorbeeld bij de Grebbeberg is een slag geweest. En mijn vader en moeder zaten alle twee bij de EHBO. En daar heeft hij bijvoorbeeld ook de lijken helpen bergen. En als hij daarover vertelde, over de oorlog, dan kon hij dat nooit zonder te huilen. Dus dat jaren, was altijd, jaren later, ja. Ja. Dus je hoorde ook maar heel sporadisch iets ervan. Kwam dat op latere leeftijd, toen, ja, toen kwam dit jou vertellen? Ja. Hij was bij ons in huis, dus... Ja, dan krijg je natuurlijk vanzelf meer de verhalen te horen. Ja. Ja. Wij gaan weer eens proberen een kabouter weg te geven aan die andere kant. En dat doen we aan de hand van de verzameling van Ben. Kom maar even bij, Ben. Want hij houdt er heel erg van verzamelen, Ben. Hij heeft een Schimmelpenninck museum achter in het schuurtje. Daar is van alles te zien. Je hebt enorm veel producten van Schimmelpenninck. Onze vraag gaat over de kleinste sigaar die Schimmelpenninck ooit heeft gemaakt. Dus de kleinste sigaar. Hoe groot is die? Is die A, 2,5 centimeter? B, 4,5 centimeter? 6,5 centimeter voor antwoord C. En 8,5 centimeter voor antwoord D. Kleinste sigaar ooit van Schimmelpenninck. 4,5, 6,5? Wat denken jullie? Ja. Deze ook vroeger aan een rustigootje. Deze achter stoppen. Iedereen doet mee hier. Hebben jullie een antwoord? 4,5. Wel voor 4,5? Ja. Wij gaan voor, we weten het niet zeker, maar we gaan voor antwoord B. 4,5 centimeter. Dit is het doosje waar ze dus in zitten. En het is inderdaad 4,5 centimeter. Maar werd dit nou echt verkocht dan? Als... Dit werd echt verkocht, ja. Ja. Hoe lang doe je ermee? Rook jij nog sigaren? Gelukkig niet. Hij verzamelt ze. Het is voor een hele korte pauze, zo'n sigaartje. Ja, dat ja. Eigenlijk is het een echte 2013 sigaar. Hè? Zo, twee trekken, je kunt er naar binnen toe. Ja. Wij gaan jullie een snackje aanbieden van ons uit. Want het zijn ook echte zorgers. Toen we bij jullie waren, toen was het soep, toen was het heerlijke salade, toen was het 16 soorten cake. En wij kregen het echt allemaal niet op. Maar wat ik niet heb gezien, en waar ik dus achteraf achter kwam. Ja, wat is dit? Dit zijn stukjes appel met? Zwart-wit. Zwart-wit. Wie heeft dit verzonnen? Ja, ik doe het al zo lang, ik weet het niet. Dit stukje, en dat dip je dan in het zwart-wit poeder. Proef het eens. Oh, heerlijk. Ja, ik wil er wel eens even... Ik vind het zo'n echt familiedingetje. Ja, let op, hè. Komt het aan, hè. Bij Motte ook. Ja. Oké. Okay. Ja. Stukjes appel met, ja, zeg maar, salmiakpoeder. Proberen? Ik probeer hem. Hoe kom je erbij? Proberen? Ga ervoor. Ja. Rotkick ook, ja. Oh, die hond wil ook een stukje, geloof ik. En hoe smaakt dat? Valt het mee of ja, valt het leuk, tegen? Hè? Oh, wel lekker. Is wel lekker, zeg eens hier. Zoet zout. Ja. Willen jullie ook nog iets? Wil je ook een stukje appel? Ja, lekker. Kos ik kabouter. Kos ik kabouter. En dat valt tegen, hè? Zoet zout. Nou, geweldig. Wij werken hier nog even de laatste stukjes appel met salmiakpoeder weg. En dan gaan we eens even kennis maken met deze familie. De familie Bouwman heeft haar wortels in Oud-Zevenaar. Pa en ma Bouwman kregen 5 kinderen. Albert, Erwin, Els, Jos en Brigitte. Opa en oma waren al dol op tweewielers. En kleinzoon Erwin nam die liefde over. Hier op zijn magneet. Dit zijn pa en ma weer, dansend. En de hele familie houdt nog steeds van een feestje. En van een biertje. 2 keer per jaar is het familiedag. En omdat de familie zo bloedfanatiek is, doen ze tegenwoordig niet meer aan stormbanen of andere wedstrijden. Veel te gevaarlijk. Een bijzondere familieactie was de recordpoging op Richards bruiloft. Met zoveel mogelijk mensen in een toilet. En dat lukte aardig. De meeste familieleden zijn actief binnen de schutterij, de drumfanfare of de carnavalsvereniging.
de bouwmannen. Die kun je wel uitnodigen voor een feestje. Dat jullie wel leuk zijn op een vormfeestje. In het toilet gepropt en als stormbanen. Dat fanatisme, dat zit er heel erg in. Maar die hele gevaarlijke dingen doe je niet meer, hè? Nee, daar zijn we nu iets zout voor. Ja, want ik weet, jouw vrouw Maria, die is zelf zo ver gegaan bij de laatste stormbaan. Wat had je toen? Ja, met rugklachten. Ja, nou, volgens mij ging het nog verder dan gewoon rugklachten. Ja, flink door de rug gegaan, ja. En hernia hield je eraan over? Ja, nee, hernia, dat was Louise. Oh, dat was Louise? Zij had niks. Ja, nou, nee, ja, daar kom niet zomaar weg, Louise. Ja, nee, inderdaad. Ik dacht van, dat doe ik ook, dat kan ik best. Ja. En, ja, dat ging dus jij ging en toen? Ja, en toen was het een paar weken later werd geconstateerd dat ik een hernia had. Ja. Levensgevaarlijk, moet die spelletjes kunnen. Van jullie. Ja, nee, is hartstikke leuk. Ja, maar jullie doen tegenwoordig het wat rustiger aan allemaal. Bij feestjes, als je feestjes viert, dan hoort er natuurlijk ook muziek bij. En ik heb begrepen dat de oude generatie is begonnen met Duitse slagers en Oostenrijkse muziek. En dat echt bij jullie erin geramd is gewoon, hè? Jullie moesten. Ja. Dat was in het begin niet zo fijn, toch? Ja, is een zondagochtendtrauma noemen. Ja, is dat zo? Bij ons ook. Dan stond die muziek weer op en ja, dan... Iedere zondagochtend is het dan feest. Ja, maar op een gegeven moment glij je daar dan toch in? Ja, helaas denk ik dat heel veel neven en nichten inmiddels moeten bekennen dat ze zichzelf ook regelmatig in de auto of met familiefeestjes aanzetten. Echt waar? Dus, ja, helaas. Dus Anouk en Slager ja, voor jullie. Hey, even een van de geliefde familieliederen horen. Ze biedt weer in de morgen. Jullie mogen meedoen hoor. Dansen met meer ja, als geluk. Dat is heel erg mooi, maar het mooiste vind ik eigenlijk dat jullie zeg maar op dit soort bekende melodieën ook weer je eigen liederen maken. Wie zet erin? We trekken 14 dagen soep van ene knol selderij. Knol selderij, knol selderij. We trekken 14 dagen soep van ene knol selderij. Knol, selderij, hey, heel goed. Ja. Mooi, hè? Ja, ja. Kunnen ze allemaal in Oud-Zevenaar. Hartstikke goed. Die bruiloft van jou, waar je zoveel mensen in het toilet hebt gestouten. Volgens mij is dat ook gebeurd bij Brigitte. Ja. Bij Brigitte op het 25-jarig huwelijksfeest. Dat is een soort hobby van jullie, om zoveel mogelijk mensen dan in het toilet te stouwen. Nou, ik zag het in één keer denk van, hé, wat doen ze het nou? Gebeurde gewoon. Het gebeurde gewoon, ja. Gekkigheid. Ik heb een vraag daarover aan jullie kant. Want ja, dat doen ze dus, dat vinden ze leuk. Mijn vraag aan jullie is, wat is het record van de familie Bouwman? Dus hoeveel man hebben zij, vrouw... Hoe groot is het toilet bij jullie? Hebben zij het toilet ingekregen? Standaard toilet. Een standaard toilet. Een kleine toilet. Ja, ik heb 4 antwoordmogelijkheden voor jullie. 7 man, CQ vrouw. 12 man, 14 man of 17 man? Wat denken jullie? Hoeveel kregen ze een standaard toiletje, hè? Dus standaard toiletje? Ja. Hoeveel proppen de bouwmannen erin? Ja. Wat hoorde jij aan de overkant? Zij hoorden 14 aan de overkant. Iemand in de horeca werkt, die hoort namelijk alles. Als die achter een bar staat, dan hoort ze daar wat gezegd. Dus 14. Wie heeft hier 14 gezegd? Niemand? Ja. Wij zijn ons van geen schuld bewust. Maar is het het goede antwoord, 14 zeggen ze? Ja. Ja, ja. Dat wel. Kabouter. 14 man in een... Ja, 14 man in een toilet. Stapelen. Stapelen. Ja. Maar dat is echt proppen. Nou, ja. Tot boven aan de dak, tot aan de zolder. De halve familie heeft elkaar leren kennen in de WIP-in. Ja. Ik wil graag vingers zien. Wie heeft het liefje gevonden in de WIP-in? Ja, nou, kijk eens aan. Ik ben zo benieuwd wat het is. Ja, wat denk jij dat het is? Ik heb geen idee. Ja, dat is een jongerencafé, jongerensoos. Vroeger was dat eigenlijk... Wat een ongelooflijk goede naam. Ja. Nou, als jouw dochter zegt van, ik ga vanavond even naar de WIP-in, dan weet je wat het is. Oh, als mijn dochter zou zeggen dat ze naar de WIP-in gaat, dan ben ik daar super trots op. Ja. Want het is gewoon, ook eindelijk weer een Oud-Zevenaar. En het is gewoon voor de jeugd, inmiddels ben je wat ouder, maar dat... Daar laat je kinderen met een gerust hart naartoe gaan. Ja, hartstikke goed. En daar hebben dus veel mensen elkaar gevonden. Dat is natuurlijk ook prachtig. 2 keer Wouter staan er aan deze kant. 2 keer Wouter aan die kant. Ja, zo is het. Oh, ik zat al op 3. Maar... wij gaan naar de volgende ronde. 2, we gaan quizzen. Het blijft de familie.
quizronde. In totaal 4 kaboutertjes te winnen aan de hand van het grote Gelderland Lifestyle onderzoek dat wij hebben laten doen. We gaan het hebben over de verjaardag. Ja, de verjaardagen. Want wij vroegen Gelderlanders, zitten de mannen en vrouwen gescheiden van elkaar op verjaardagen? U kent dat wel. Mannen aan de ene kant van de kamer, vrouwen aan de andere kant van de kamer. Hoeveel procent, en dat leggen we voor aan beide families, geeft aan dat de mannen inderdaad gescheiden van de vrouwen op de verjaardagen zitten? En de vrouwen aan de andere kant. Gebeurt het bij jullie? Nee, ze zijn allemaal aan elkaar. Eentje die overloopt. Bij hoeveel procent is dat? Deze zaal. We hebben 2 percentages. Laat maar even zien. 33% aan die kant. 68% aan die kant. Rob. Nou, het is 5%. Ja. Wat echt gescheiden zit. Voor de rest loopt het toch een beetje door elkaar. Ja. Okay. We zijn ouderwetser in het denken over onszelf. Jullie zitten er dichterbij, dus jullie hebben kabouter gewonnen. Ja, kabouter. Heel goed. Dan de garage, ook zo'n ding wat iedereen wel heeft of iets wat erop lijkt. De garage, eigenlijk bedoeld om de auto in te zetten, toch? Ja. Maar hoeveel procent van de Gelderlanders zet daadwerkelijk de auto in de garage? En gebruikt hem niet voor iets anders. Hoeveel procent doet dat? Geen extra kamertje, stuurtje. Jullie staat er wel een auto in de garage. Ja, dat wel. We hebben schuur. Schuur, oké. Okay. Ja. Nou, draai de bordjes maar om. 3% aan die kant, 23% aan die kant. Hé, hey, dat is moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk, want het is rekenwonder op daar. Ja, het is 13%. Dus je zit er allebei 10 vanaf. Pak allebei maar weer. Ja, zo is het. Dat hadden wij er niet meegemaakt, maar is natuurlijk extra leuk. De laatste is een top 5 vraag en wij zoeken het nummer 1 antwoord. Dus schrijf 1 antwoord op en probeer uit te vinden wat dat antwoord zou moeten zijn. Wij vroegen Gelderlanders, wat snijdt u het liefst? Bij de televisie, snijen. Op de bank, ja. Weet je wel. Hè? Snijen, wat snij je het liefst? Top 5 snijen. Als je het antwoord goed op nummer 1 antwoord goed, 2 kabouters verdient. Als je het antwoord in de top... Verdient het snijgoed van de Gelderlanders. Ja, snijen. Ja. Wat zeg jij, Jan? Naaien. Zijn jullie al zover? Ja, ik had wel iets gehoord. Hier staat iets en aan de andere kant wordt er ook geschreven. Laat me zien. Bianca, laat me zien. Chips. Chips en? Chips. Chips en chips. Ze zijn het eens met elkaar. We gaan naar de top 5. Snaai top 5 van Gelderland. Op 5 pinda's of nootjes. Lekker. Dingetjes. Op 4 vinden we kaas. Ja. Op 3, drop. Wie was drop snaaien? Ja? Ja. Op 2 vinden we chips. Ja. Dat betekent dat jullie allebei in ieder geval een kabouter hebben verdiend. Wat staat er dan op 1? Kom maar met de kabouters. Ja, precies. En wat staat er op nummer 1? Chocola natuurlijk, ja. Chocola staat inderdaad op nummer 1. Maar voor allebei de families. Appels. Met een kabouter. Appels. Vijf, vier, tussenstandje. Het finale spel. Het finale spel brengt ons naar Oostenrijk vanwege het hout, maar ook naar de kroeg vanwege het spijkertikken. Dat doen we iets anders. We hebben het blok in 2 gedeeld en de heren krijgen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk spijkers helemaal het blok in te jassen. En voor de familie Bouwman is dat Erwin, dat kan jij namelijk het beste. Ja, hoop ik. Nou, dat hoop ik ook. Hier, een nieuw gezicht. Jelle Vaas. Wat is jouw beroep? Buschauffeur. Oh. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee. Eitje. Nee, zo vaak pech met die bussen. Van, Ik zou zeggen, heren, 1 minuut de tijd. Nu. Thank you.
Nou. Wat een sprake, hè? Goeiedag, hé. Jij had hem, mama, wel slimmer. Jij had hem gevonden, hè? Ja. Tegen... Ga jij tellen? Ik kan wel tellen. Je had er 10 ongeveer. 1, 2, 3. Die is ernaast. 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Hele spijkers erin. 1, ja, goed hoor. Heel goed. 1, 2, 3, 4, 5. En een beetje. Oh, maar het was wel waanzinnig. Eerlijk gezegd. Dat betekent dat Javaas 3 kuikenboutjes bij elkaar heeft geslagen. Voor de Beumersen. En dan komt het totaal op 3 en 5 is 8 kabouters tegen 4 kabouters. Gefeliciteerd, heel goed. Pak hem maar. Grote beker is voor de Beumers, die winnen. En de kleine beker, nou ja, dat maakt het uit. Net zo blij met een kleintje. Blij Beumersen, blije bouwmannen. En wij zijn er weer volgende week. En denk dan maar, het blijft toch. Amen.